Goedenavond, dames en heren. En wat fijn dat u naar mijn lezing wilt luisteren. Er is een verhaal, doet de ronde over John Major, die eens een keer een gesprek had met Boris Yeltsin en probeerde dan het Engels te doen. En Yeltsin had maar een paar woorden Engels. Dus Major die vroeg aan Boris Yeltsin. Boris, zeg eens, hoe gaat het met de Russische economie? En in één woord, zei hij tegen Yeltsin. En toen zei Yeltsin, good. En toen kwam er niks meer. En toen zei Major, nou, je mag ook best twee woorden gebruiken, hoor, Boris. En toen dacht Boris even na en toen zei hij, not good. Je kan ten aanzien van de klimaatuitdaging eigenlijk dezelfde redenering houden. Het is goed, want we kunnen het. Het is niet goed, want we doen het niet. En hoe kunnen we van het we kunnen het naar we doen het ook komen? En daar wil ik het vanavond over hebben. Joop den Uyl is de enige politicus aan wie ik ooit een fanmail heb gestuurd. Ik was net terug in Nederland en dat was in midden van de jaren 70. Hij was onze premier en hij wist mij echt te inspireren als tiener. En ik weet nog goed dat hij in de regio waaruit ik voortkom een gemengde reputatie had. Maar daar zal ik straks nog wat over zeggen, want ik wil Wouter niet teleurstellen. Maar voor mij was het een man die formuleerde wat er toen gebeurde. Toen hij zei, het wordt nooit meer zoals vroeger. Hij had op dat moment in die oliecrisis het inzicht, of moet ik zeggen het doorzicht, naar wat de oliecrisis voor gevolg zou hebben. Dat de oliecrisis ertoe zou leiden dat de productiefactoren, arbeid en kapitaal anders gewogen zouden worden, omdat we tot dan toe altijd konden profiteren van goedkope energie en dat je eigenlijk over de energieprijs in die relatie tussen de factoren arbeid en kapitaal nooit sprak. En dat was in de kapitalistische economie al zo, dat was in de communistische economie nog veel sterker. Daar was eigenlijk de factor energie tot nul gereduceerd, om politieke redenen. En dat leidde ertoe, ik heb dat zelf nog meegemaakt in Rusland, dat je letterlijk voor niets van het ene uiterste van de Sovjet-Unie naar het andere uiterste kon reizen. Dat kostte niks, behalve dan natuurlijk moest je wel toestemming krijgen. En dat kreeg niet iedereen. En ik vroeg me af waarom was dat? Dat was bewust om een economisch model te handhaven waarbij er niet macht in een regio geconcentreerd kon worden. Dus als je een apparaat wilde maken, dan moest dat op drie verschillende plekken in de Sovjet-Unie zijn voordat het een werkbaar apparaat was. Dus dan kon geen enkele regio daaruit eigen politieke en economische macht putten. En de burgers werden tevreden gehouden doordat je geen nauwelijks of niks betaalde voor de energie die je consumeerde. Ik weet nog goed, ik woonde in Moskou. Hoe regelde de temperatuur in huis bij min 20 tot min 30 graden buiten door het raam iets verder open of iets verder dicht te doen, want op de verwarming zaten geen knoppen. Ik zeg dat omdat dat de mentale situatie is waarin ook heel veel mensen in Centraal- en Oost-Europa vandaag nog leven. En die mensen moeten we ook zien mee te nemen in een economie waar de factor energie een nog grotere rol gaat spelen in de opbouw van die economie. In de geschriften van den Uyl die ik ken, zijn ze lang niet allemaal, ligt er altijd een hele sterke nadruk op die twee productiefactoren, arbeid en kapitaal. En ik vind een van de mooie dingen die hij ook beschreef was dat het zo vreemd is dat je het kapitaal tot werkgever bestempelt en arbeid tot werknemer, terwijl, zoals hij zei, het eigenlijk andersom is. Want degene die werk geeft is de factor arbeid en niet de factor kapitaal. En dan, als je die redenering volgt, dan zie je ook waar hij eindigde met zijn herverdelingsvraagstuk en hoe hij dat dan inkleedde. Kennis, macht, inkomen. En hij deed dat op een manier die door alles wat rechts was als verwerpelijk werd gezien, want daar moesten de
krachten van de markt het maar regelen. Nou, dames en heren, wat links en rechts met elkaar gemeen hebben, wat alle politiek met elkaar gemeen heeft, het gaat altijd over herverdelen. Of het nou links is of over rechts, politiek gaat over herverdelen. En de wijze waarop je herverdeelt, dat definieert of het links is en of het rechts is. Ik vermeld dat omdat vlak na het kabinet Den Uyl Thatcher verkozen werd in het Verenigd Koninkrijk. Een jaar later Reagan verkozen werd in de Verenigde Staten. En toen werd er een fundamenteel andere relatie tussen arbeid en kapitaal geïntroduceerd. Waarbij kapitaal alle ruimte kreeg. Kern waarvan was enorme belastingverlaging voor een kleine groep, gekoppeld aan het verkleinen van de publieke sector, gekoppeld aan het opbouwen van gigantische hoeveelheden schuld, zowel publiek als privaat. En als je alle grafieken ziet over de schuldopbouw in de westerse wereld, dan begint dat eigenlijk pas. Het blijft heel gematigd sinds de jaren 20 tot einde jaren 70. En pas daarna schiet het enorm omhoog. En dat was een bewuste herverdelingskeuze van neoliberalen, van deze politiek. Een herverdelingskeuze die eigenlijk onze economie tot op de dag van vandaag voor een groot deel bepaalt. En als wij nu kijken naar de uitdaging, en oh ja, daar komt nog bij, heel belangrijk om dat te vermelden, dat niet alleen een aanval was op de publieke sector in het algemeen, maar in het bijzonder op overheid. He, dus de beroemde frase van Reagan, the scariest words in the English language, I'm from the government and I'm here to help. En dat afbreken van die reputatie, daar hebben we tot de dag van vandaag last van. Ik zal u een recent voorbeeld geven. In mijn discussie met de Duitse minister van Financiën over waarom gebruiken jullie niet, waarom hebben jullie het zo over de schwarze nul? Waarom gebruik je niet het enorme vermogen tot investeren dat je hebt bij rente van nul, om ook te investeren in infrastructuur, et cetera, is zijn eerlijke antwoord omdat de plannen niet goed genoeg zijn. En waarom zijn de plannen niet goed genoeg? Omdat je gewoon in de publieke sector niet meer de capaciteit hebt om die plannen te maken. En wij moeten als sociaaldemocraten dit wel echt onder ogen zien. Dat je dus de capaciteit tot planning van wat we publiekelijk organiseren moet opbouwen, wil je de transformatie waar we doorheen moeten ook tot een goed einde brengen. Dus laten we, ik zal niet te veel woorden vuil maken aan situatie die eigenlijk door Thatcher en Reagan is gecreëerd. Wat wij als sociaaldemocraten met de derde weg hebben gedaan, is eigenlijk geprobeerd die nieuw gecreëerde verhouding tussen arbeid en kapitaal, die inderdaad heel veel energie vrij heeft gemaakt, dat moeten we ook erkennen, om die als een soort, en Wim Kok is de eerste die daarmee begonnen is, om die als een soort judo-beweging te gebruiken om vervolgens de hervormingen en meer ruimte te creëren voor de publieke sector, voor onderwijs, voor zorg, voor sociale zekerheid. Dat is ook voor een deel gelukt. Maar dat heeft in mijn ogen niet gerepareerd wat toen door Reagan en Thatcher ten principale is kapot gemaakt. En dat zie je nu in onze gebrekkige capaciteit, vind ik, tot het formuleren van plannen. Nou, Wouter zei het al, de waarschuwingen van de Club van Rome en later in het Brundtland-rapport, die waren duidelijk. Maar we hebben in de loop der tijd geleerd dat de soep niet zo heet gegeten wordt, dat we ons stap voor stap ook wel aanpassen. En met name door het feit dat er voortdurend weer nieuwe reserves van fossiele brandstoffen werden gevonden, we ook die energiecrisis steeds meer zijn gaan relativeren. In de tijd speelden er heel veel dingen, maar het klimaat als zodanig en de klimaatcrisis was niet het meest springende onderwerp. Dat, dames en heren, is nu veranderd. We zitten nu in een situatie waarbij we eigenlijk met twee transformaties te maken krijgen die samenvallen en die we alleen goed kunnen laten landen als we ze combineren. De ene transformatie is die we door moeten maken omdat nu wel duidelijk is dat de aarde die temperatuurstijging alleen maar kan verteren door verandering in het klimaat aan te brengen. Dus dat betekent onvoorspelbaar weer, woestijnvorming, verschuivingen in biotopen, een grote aanval op de biodiversiteit, veel ongelukken die tot noodzaak van adaptatie van landen
zeker in de meer kwetsbare gebieden zal leiden. Dus we moeten alles op alles zetten om die temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Want anders bereik je een point of no return, waarbij vervolgens de kantelingen in het milieu en in het weer en in andere natuurlijke omstandigheden niet meer beheersbaar zijn. Dan zijn we dus niet meer meester van het proces. Het is als, zo onlangs een wetenschapper schreef, het is alsof je op de Titanic zit. Je ziet de iceberg aankomen. Als je nu bijstuurt, kun je er nog langs gaan. Als je dat niet doet, dan moet je maar hopen dat je dwars door die ijsberg heen kan varen, want andere opties zijn er niet meer. En we zijn denk ik nu op het punt aangeland dat als we nu bijsturen, kunnen we er nog net langs varen. Als we 2050 wettelijk vastleggen als het moment waarop Europa klimaatneutraal is. Overigens betekent dat dan nog niet dat de rest van de wereld dat ook is. Maar dan zetten we een goed voorbeeld waardoor anderen kunnen volgen. Doen we dat niet, dan hebben we het niet meer in de hand. En ik vind dat een propositie tegenover volgende generaties die niet verdedigbaar is. Ook omdat alle factoren aanwezig zijn om er wel wat aan te doen, waar ik zo op zal komen. Dus als je nou die traditionele verdeling van twee productiefactoren, als je daar nou eens 4 van maakt, want daar hebben we nu mee te maken. Je hebt de productiefactor arbeid, de productiefactor kapitaal, de productiefactor data en de productiefactor Gaia. En die 4 productiefactoren zouden in hun onderlinge evenwicht bekeken moeten worden door sociaaldemocraten. Hoe maken we het evenwicht tussen die 4 zo dat we niemand achterlaten? En dat is, vind ik, waarschijnlijk in de 150 jaar van het bestaan van onze beweging de meest ingewikkelde, maar ook meest essentiële opdracht die we hebben. En als we die uit onze handen laten vallen, laten we dan allemaal met mooie nostalgie terugkijken op een prachtig verleden. Maar dan zie ik voor onze beweging heel weinig toekomst. Het gaat om het in evenwicht brengen van die 4 productiefactoren. Arbeid, kapitaal, data en Gaia. Wat bedoel ik met data? We zitten in de 4e industriële revolutie, waarbij de digitalisering, eigenlijk als je naar de bedrijven ziet die daar voorop lopen, die hebben eigenlijk precies dezelfde positie als de vooruitstrevende bedrijven in de 3e industriële revolutie, in de 2e industriële revolutie, in de 1e revolutie. Een onvoorstelbare machtspositie die voortkomt uit het feit dat zij de nieuwe evenwicht in de productiefactoren zijn. U allemaal hier geeft om niet ongelooflijk veel data aan bedrijven die daar vervolgens miljarden mee verdienen. Dat is een productiefactor die wij verloren laten gaan. Die bedrijven zeggen dan, ja, maar je krijgt er ook veel voor terug. Wat mij opvalt, is dat vooral zij er veel voor terugkrijgen in miljarden winsten, die vervolgens door de aard van die bedrijven niet belast worden. Dus hier is, als je het hebt over herverdelen, een fundamentele opdracht van progressieve sociaal-democratische politiek, gewoon faire belasting laten betalen door mensen die op basis van onze productiefactor data heel veel geld verdienen. En ik denk ook dat we een hele grote wetgevingsopdracht hebben om ervoor te zorgen dat uw data blijven. En dat u er zelf meester van bent. Dat u zelf kunt beslissen of u ze wil vermarkten voor niks of daar iets voor terug wil hebben. Maar dat dat niet automatisch gebeurt zonder dat u daar enige controle over hebt. Ik vind dat een vorm van publieke ontmachting die eigenlijk niet hoort bij een moderne samenleving. En waar we ons veel te weinig van bewust zijn. Dus de wijze waarop we onze relatie gaan herdefiniëren met wat dan in de volksmond big tech heet, heeft een heel belangrijk effect op hoe we onze samenleving in de toekomst gaan organiseren. Daar komt Gaia bij. Als wij er niet in slagen om ook te onderkennen dat de aarde beperkte mogelijkheden heeft en dat die beperkte mogelijkheden op een eerlijkere manier verdeeld zullen moeten worden in de toekomst, zal ook die productiefactor niet meer onder onze controle staan en door anderen worden gecontroleerd. Ik zeg dit heel in het algemeen. Ik ga dadelijk op de specifieke elementen van wat wij de Green Deal noemen in, omdat dat vooral dan over Gaia gaat. Maar dat kunnen we niet zonder data. Dus de revolutie die nu plaatsvindt op basis van digitalisering moet verknoopt worden met de noodzaak om onze samenleving duurzaam in te richten. Want dan kan die productiefactor daar een positieve bijdrage aan leveren. En ik zal proberen dat zo snel mogelijk, zo kort mogelijk toe te lichten.
Het gaat dus, dames en heren, altijd weer over herverdelen. We willen per 2050 klimaatneutraal zijn. Waarom 2050? Omdat iedere transformatie in onze economie, dus de revolutie, die gaande is, plus de transformatie in verbruikerspatronen, heeft een generatie nodig. 1 tot 2 investeringscycli en een generatie om ook de mentaliteit te veranderen. Als we dat nu, die wetgeving nu in gang zetten en dat kunnen afspreken met de lidstaten in de komende 5 jaar, dan staat die vanaf over 5 jaar, of hoogstens 5 jaar, en vervolgens heb je net 1 generatie om in 2050 te komen. Dan, volgens de nieuwste inzichten van IPCC, kunnen we de temperatuurstijging beperken tot 1,5 graad, hoop ik. Het is alleen, iedere keer komt er weer nieuwe kennis naar boven. En die nieuwe kennis zegt eigenlijk dat de urgentie nog veel groter is. Nou, wat is hier deze benadering met dat klimaatneutraal 2050 nieuw aan? We hebben na de eerdere energiecrisis, na andere crises, na zure regen, et cetera, hebben altijd maatregelen genomen van we zeggen dit is goed te doen en laten we dat stap voor stap doen, dan wordt het beter. Nu draaien we de redenering om. 2050 moet het nul zijn. En dat leggen we wettelijk vast en dan gaan we terugredeneren. Wat moet het dan 2040 zijn? Waar moeten we dan 2030 zijn? Wat moeten we dus in de komende 10 jaar doen? En daarop willen we de lidstaten vastpinnen. Nederland heeft zich daarop al vastgelegd en wil daar ook afspraken over maken. Andere lidstaten zijn nog niet zover. Maar we zullen die ambitie echt moeten formuleren. We kunnen in die tijd naar schone, betaalbare energie. Dat is te doen. Het probleem zit niet in de schone, betaalbare energie. Het probleem zit in het totaal gebrek aan goede netwerken. Dus we hebben, zonne-energie is goedkoper dan fossiele brandstof. Windenergie is goedkoper dan fossiele brandstof, lokaal. Maar we hebben niet een netwerk waardoor je die energie kunt opslaan of kunt verspreiden over heel Europa. Dus dat netwerk moet er komen. Daarin zal moeten worden geïnvesteerd. Als je dat soort investeringen wil doen, dan moet je ook naar de spelregels kijken die je tot nu toe hebt gehandhaafd, die uit de derde industriële revolutie komen, over staatssteun, over concurrentie, et cetera. Dus ook in de Europese Unie zullen we met de lidstaten naar de staatssteunregels moeten kijken. Zullen we naar de concurrentieregels moeten kijken. Die moeten worden aangepast, zodat we de potentie om te investeren vergroten. Zeker in die netwerken. Netwerk is niet alleen een fysiek netwerk waarover die energie getransporteerd kan worden. Wat we ook moeten hebben is conversie van energie. Je moet 1 vorm van energie kunnen omzetten in andere vormen van energie die je wel over lange afstanden met bestaande infrastructuur kunt verplaatsen of waar je de energie in kunt bewaren. In die context wordt de waterstofeconomie heel erg belangrijk. We moeten elektriciteit door zonne-energie of door windenergie verkregen in waterstof kunnen omzetten. En die waterstof die kan weer worden omgezet in andere energiedragers, et cetera, et cetera. Dat is een heel veelbelovende manier om onze energievoorziening duurbaar te organiseren. En daar loopt Nederland in voorop. We lopen niet in veel dingen voorop, maar in het denken over de waterstofeconomie wel. En ik zou ook graag Nederland willen aanbevelen om daar heel veel werk van te maken. Wij zullen dat vanuit de Europese Commissie heel graag ondersteunen. We zullen ook maatregelen moeten nemen in de komende jaren die rechtstreeks mensen aanspreken. Want ik heb geleerd in de afgelopen 5 jaar dat ik de strenge wetgeving over het gebruik van plastics erdoor kreeg, omdat er heel erg veel steun bij de bevolking was. Anders was dat niet gelukt. Voor onze klimaatplannen is globaal steun, maar niet specifiek. Zodra het specifiek wordt, kan de steun heel snel verdampen. Dan zeggen mensen, zeker in Centraal- en Oost-Europa, ja, dit betekent dat ik zoveel voor energie kan gaan betalen, dat kan ik helemaal niet. Dus je zult het moeten koppelen aan maatregelen waarvan mensen zien dat het in hun directe persoonlijke voordeel is. Dus je zult programma's moeten maken waarbij je mensen aanbiedt hun huizen te isoleren, hun energievoorziening met zonnepanelen of warmtepompen te regelen. Een investering die ze waarschijnlijk zelf niet kunnen dragen, maar een investering die zich wel zelf terugbetaalt en steeds sneller terugbetaalt. Dus moet je samen met de Europese Investeringsbank, samen met investeren EU-fonds, samen met andere instrumenten, moet je het midden- en kleinbedrijf in staat stellen dit aan te bieden.
bij mensen die een huis hebben. Wij bieden jullie dat aan. We isoleren je huis. We maken je huis afhankelijk van duurzame energie. Je betaalt precies dezelfde energierekening die je nu betaalt. Dat doe je 5-6 jaar. Dan heb je het afbetaald. Dan is het van jou. Dan, als je dat goed organiseert, dan krijg je mensen aan boord. En in Nederland, u zal waarschijnlijk zeggen, ja, dat is toch, hè, dat lijkt me evident. Misschien hier, maar in heel veel lidstaten is dat absoluut niet evident. Dus we moeten dat ook op Europese schaal kunnen organiseren. We moeten ook anders naar onze mobiliteit durven kijken. We moeten ervoor de stap maken naar een andere energievoorziening voor onze mobiliteit. Dat betekent waarschijnlijk wat betreft auto's en andere vormen van transport op land. Overschakelen zo snel mogelijk naar elektriciteit, naar batterijen en naar brandstofcellen. Ik merk dat de auto-industrie ook snel die kant op kijkt nu. Zodat er ook snel een tweedehandsmarkt ontstaat voor dat soort auto's. Zodat ook voor gewone mensen die auto's bereikbaar worden, wat ze op dit moment nog niet zijn. En als die markt groter wordt, gaan die prijzen ook omlaag. Dus dat is urgent. Voor andere vormen van transport, met name luchttransport, moeten we ook aan andere creatieve oplossingen kijken. Natuurlijk veel zuinigere motoren, maar ook ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld kunstmatig kerosine, hè, dus synthetische kerosine of andere brandstoffen op basis van waterstof en andere stoffen te maken voor de luchtvaart, et cetera, et cetera. Dus daar ben ik optimistisch over en de wetenschap is er, moet nog wel verder ontwikkeld worden, moet geïnvesteerd worden. De mogelijkheden zijn er, het is een kwestie van organiseren, dus weer van public governance, waar we te weinig in hebben geïnvesteerd. Een onderwerp dat ik in dit verband niet onvermeld mag laten, want het is er intiem mee verbonden, is de bedreigende, rechtstreekse bedreiging voor onze ecosystemen en onze biodiversiteit. We zullen volgend jaar een grote conferentie over biodiversiteit in China hebben. Laat u niet wijsmaken dat je klimaatbeleid en biodiversiteit van elkaar los kunt koppelen, is intiem met elkaar verbonden. Het verdwijnen van biodiversiteit is een rechtstreekse bedreiging voor onze gezondheid en ons leven. En het investeren in het beschermen van biodiversiteit is heel belangrijk. Wat kunnen mensen doen, vragen ze dan heel vaak op scholen en elders. Ik zou graag een heel groot programma op willen zetten van herbebossing. Verstandige herbebossing waarbij iedereen meedoet om bossen die nu al lijden onder de klimaatverandering te voorzien van bomen die wel tegen hogere temperaturen kunnen. Om gewoon de aanplant die in eeuwen in Europa sterk is verminderd weer te vergroten. Dat zal onmiddellijk in dienst komen van de biodiversiteit. Biedt ook een optie voor een landbouwsector die zucht onder de tucht van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en die ook echt nieuwe wegen in moet slaan. Gekoppeld aan een programma waarbij ik hoop dat ik grote steden in Europa meekrijg in een vergroening van binnensteden. Meer dan 400.000 Europeanen per jaar sterven vroegtijdig door slechte luchtkwaliteit. Dat getal moet u op in laten werken. Meer dan 400.000 mensen sterven onnodig omdat de kwaliteit van onze lucht te slecht is. Door een vergroening van binnensteden, gekoppeld aan het uitstoot vrijmaken van ons publieke transport, maar ook private transport, kunnen we de luchtkwaliteit in onze steden enorm verbeteren. Zelfs als de klimaatsceptici gelijk zouden hebben, er zijn er steeds minder overigens, maar zelfs als ze gelijk zouden hebben, zou het alleen al daarom een goed idee zijn om het toch te doen. Omdat anders de leefbaarheid van onze steden echt heel erg onder druk zal komen te staan. En ik ben er zeker van dat je hier mensen ook in meekrijgt als je een nieuwe vorm van mobiliteit kunt tot stand brengen. Ik weet nog goed dat voor mijn grootouders was bezit van een auto iets, daar konden ze niet eens over dromen. Dat was onmogelijk, dat was voor rijke mensen. Voor mijn vader was het bezit van een auto het enige echte bewijs dat hij geslaagd was in het leven. Voor ons, voor mijn generatie, ook voor mij, is bezit van een auto nou ook iets, ja, dat moet je gewoon hebben, dat je altijd de vrijheid hebt om te doen wat je wil. Voor mijn kinderen is het bezit van een auto totaal irrelevant. Zij willen mobiliteit. En hoe die mobiliteit komt, dat is, hè, of biedt ze die op een goede manier en ze willen geen auto. En ik denk dat dat ook de toekomst is, ook voor de Europese auto-industrie, om zo tegen mobiliteit aan te kijken. Wij zullen ze moeten helpen om daar te komen. Ecosystemen, biodiversiteit, klimaat, maar ook de vervuiling. Als je toch je doelstelling hebt om 2050 klimaatneutraal te zijn, waarom dan niet tegelijk daaraan koppelen de doelstelling de vervuiling tot nul terug te brengen? Dat kan. En daar is ook het
nodig kapitaal voor aanwezig. Daar is ook de wil voor aanwezig. En daar zijn ook de technische middelen voor aanwezig. Hoe mobiliseren we het noodzakelijke kapitaal? In onze analyse is hier honderden miljarden per jaar voor nodig. Maar als je daarnaast legt wat de kosten zijn van niks doen, is dat op niet zo lange termijn ook honderden miljoenen per jaar. Zonder dat die honderden miljoenen ook maar iets productiefs opleveren. Dus als je praat over de kosten van deze operatie, dan moet je voor de eerlijkheid ook altijd de kosten ernaast leggen van het niet doen van deze transformatie. En die kosten zijn echt groter. Ook omdat je op termijn een economie hebt waar je geen enkele controle meer over hebt en waar de banen zeer moeilijk te vinden zullen zijn. Dus die kosten zijn relatief goed te hanteren. Bovendien, kapitaal kost op dit moment niks. En het zit, als je het niet gebruikt, kost het geld. Terwijl als je het gebruikt, kan het geld opleveren. Het is heel gek dat dat inzicht nog niet voldoende is doorgedrongen. Hoewel ik nu een hele snelle kentering zie in het bankwezen, dat nu ook heel snel de klimaatagenda omarmt en ook met ons wil samenwerken om dat tot stand te brengen. Dus zoals gezegd, waar zullen we naar moeten kijken? We moeten ons belastingssysteem herzien. Het belastingssysteem is niet op deze transformatie ingericht. Nog nationaal, nog Europees, nog mondiaal. Dat gaat over energiebelasting. Het is toch niet aan niemand meer uit te leggen dat er geen kerosinebelasting is. Alle andere brandstoffen zijn belast, kerosine niet. Daar moeten we dus aan werken. Dat kan ook in ICAO-verband. Laat u niet wijsmaken dat dat niet mag. Het kan, het is ingewikkeld. Maar ik heb liever een kerosinebelasting dan een ticketbelasting. Dat vind ik eerlijker en dat is ook iets wat mensen makkelijker begrijpen als je dat zegt. En daarmee straf je ook niet de mensen die disproportioneel, de mensen die maar af en toe een keer op vakantie gaan. We zullen, zoals gezegd, de staatssteunregels moeten herzien. We zullen onze onderzoeksbudgetten moeten vergroten. En we zullen daar meer risk-taking, meer risico moeten accepteren als publieke overheden. Heel vaak nog financieren we onderzoeken door bedrijven. En als dat onderzoek dan op niks uitloopt, moet het bedrijf alles terugbetalen. Ja, dan kan het bedrijf net zo goed naar de bank gaan. Dus we moeten daar ook risico's durven nemen, omdat die technologische ontwikkelingen snel moeten gaan. We moeten in onderwijs en onderzoek investeren. Vandaag nog op een school geweest, middelbare school, en in Wallonië. En als je dan ziet hoe leraren proberen hun leerlingen bewust te maken en vervolgens die leerlingen hun ouders weer bewust maken, dat is een maatschappelijke beweging met een kracht die onvoorstelbaar is. En dat moeten we ook ondersteunen, moeten ze bij helpen. Want die scholen zeggen ook, dat gaat allemaal extracurriculair, daar hebben wij geen geld voor. Kunnen jullie ons tenminste met programma's helpen of iets? Dat moeten we ook kunnen doen. Onderzoek. Nederland is altijd heel goed geweest in Europees onderzoek om daarvan de vruchten te plukken. Dat moet nog sterker worden. Natuurlijk weet ik ook dat degenen die kritisch zijn over deze benadering zullen zeggen, ja, het is maar 9% van de uitstoot Europa. Waarom wij, terwijl de rest van de wereld niks doet? In de eerste plaats, waarom wij? Wij kunnen het en het is het juiste om te doen en het zal moeten gebeuren. We hebben het bovendien in Parijs afgesproken. Als wij het doen, weet ik zeker dat andere delen van de wereld, China voorop, maar ook andere, misschien niet onmiddellijk, maar kort na ons ook zullen volgen. En in ieder geval met ons een discussie aangaan, bijvoorbeeld over het beprijzen van de uitstoot van koolstof. Dus daar heb ik vertrouwen in. We moeten ook werken, heel intensief, met subfederale overheden en bedrijven in de Verenigde Staten, die allemaal doordrongen zijn van de noodzaak dit te doen. Alleen in Washington zit iemand die het niet wil. Maar ga met Californië praten, ga met de steden praten, ga met de grote Amerikaanse bedrijven praten. Zij willen ook die kant op. We zullen dus wereldwijd actief moeten zijn en met speciale aandacht wat ons betreft ook op Afrika. Toen mijn ouders geboren zijn, had Europa ongeveer een aandeel van 3-24% in de wereldbevolking. Afrika 5%, over 10 jaar is het precies omgekeerd. En dat heeft nogal grote consequenties. En als de vooruitzichten voor Afrika ongunstig zijn en als aan de klimaatverandering en de economische aanpassing te weinig wordt gedaan, dan zullen mensen daar met hun voeten stemmen. En dat zijn migratiegolven die hele grote ontwrichtende effecten zullen hebben op de rest van de wereld. Dus het is ons alle belang om voor Afrika ook een perspectief te bieden waarbij ze met hinkstapsprongen over de derde industriële revolutie hopelijk meteen in de vierde terecht kunnen komen. Wat zijn nou
de grote probleem hierbij. Ik denk vooral een politiek probleem is. Politiek probleem omdat het ontkennen van dit is niet eens meer zo populair. Maar het verklaren van dit als taboe is wel nog steeds populair. Vaak met het argument de anderen doen ook niks. Maar dit vindt plaats in een bredere context van een veranderende politiek. En ik wil graag de rol van de sociaaldemocratie daarin belichten, die niet eenvoudig is, maar die voor mij wel essentieel is. Dit is een tijd van steeds verdere radicalisering van politieke standpunten, tot op het moment dat we eigenlijk bijna in stamverbanden terecht zijn gekomen, in plaats van in politieke partijen waar tussen discussie plaatsvindt. Als je kijkt wat het effect van Brexit is geweest op de Britse samenleving, als je kijkt wat het effect van Trump is op de Amerikaanse samenleving, de leider van de stam heeft altijd gelijk. Ik had nooit gedacht in een situatie terecht te komen waarbij het feit of iets waar is of niet, niet meer relevant is. Maar het alleen nog maar relevant is wie iets zegt. Een paar weken geleden was er een vonnis waarbij een medestander van Trump, Stein, werd veroordeeld vanwege gedragingen in het kader van de verkiezingscampagne. De officier van justitie die bleef maar herhalen als een soort mantra: facts matter. Facts matter. En ik vraag me dan wel eens af of dat 10 jaar geleden ook zo zou zijn dat we dat tegen elkaar moesten zeggen: facts matter. En als ik dan zie dat heel vaak de feiten er inderdaad niet meer toe doen, wordt de verklaring gegeven: ja, dat is nu eenmaal het gevolg van de digitale revolutie en sociale media. Ik betwist dit. Ik betwist dit en ik wil dit betwisten omdat we niet moeten vergeten dat dit van alle tijden is. Ik wil jullie een citaat voorleggen. Helaas heb ik het alleen in het Engels. Daarvoor vraag ik uw begrip van Václav Havel. Hij zei dat over het communisme, maar als u luistert naar de tekst, over het communistisch systeem, maar als je luistert naar de tekst, zijn er heel veel herkenbare dingen. Ik citeer. In an era when metaphysical and existential certainties are in a state of crisis, when people are being uprooted and alienated and are losing their sense of what this world means, this ideology inevitably has a certain hypnotic charm. To wandering humankind, it offers an immediately available home. All one has to do is accept it, and suddenly everything becomes clear once more. Life takes on new meaning. And all mysteries, unanswered questions, anxiety and loneliness vanish. Of course, one pays dearly for this low-rent home. The price is abdication of one's own reason, conscience and responsibility. For an essential aspect of this ideology is the consignment of reason and conscience to a higher authority. The principle involved here is that the center of power is identical with the center of truth. Dat is dus post-truth democracy. En dat is dus niet nieuw. Dat hoort bij autoritaire bestuursmodellen. En ik zou dus om willen draaien. Altijd als je politici ziet die de waarheid als een instrument gaan gebruiken, heb je autoritaire tendensen. Dus voor ons moeten feiten de waarheid voorop staan. Wij zijn kinderen van de verlichting. En de verlichting heeft ons gebracht dat wetenschappelijk bewijs geldt, dat feiten spreken, dat we ons plooien naar de feiten, dat we die gebruiken om de wereld beter te maken, dat we obscurantisme afwijzen, dat we de scheiding tussen kerk en staat handhaven, dat we de scheiding der machten handhaven, dat we in een vrije pers geloven, dat we in vrije mensen geloven die ieder voor zich keuzes kunnen maken, dat we mensen niet indelen op basis van waar ze vandaan komen, hun huiskleur, hun geloof. Al die dingen staan ter discussie, dames en heren. En dit is de kern van de sociaaldemocratie zoals die geboren is in de verlichtingsidealen. En dit is de kern van wat wij nooit op zullen moeten geven, ook als het moeilijk is. En dit kunnen we alleen maar bereiken als we niet in de tribale val, in de stammenval trappen waar men ons in toe wil verleiden. Dat betekent overigens ook dat we dialoog met diegenen die het anders zien niet moeten afwijzen
omdat we het niet met hen eens zijn. Het grootste gevaar voor de sociaaldemocratie daarnaast is om ons op te sluiten in ons eigen gelijk. En dames en heren, laten we eerlijk zijn, daar zijn we op zich wel heel goed in. En dat mogen we ons niet laten gebeuren. Een ander bewijs voor het feit dat dit niet iets is wat gelieerd moet worden aan de digitale revolutie. Een schrijver die ik zeer waardeer, niet zozeer om die ene roman die hij geschreven heeft, maar vooral om zijn politieke geschriften, is Benjamin Constant. Benjamin Constant was kind van de verlichting, heeft ook in dienst van de Republiek nog in de 18e eeuw gevochten, omdat hij geloofde in de vrijheden van de Republiek. Later was hij er erg in teleurgesteld toen hij zag wat de andere kant van de medaille was. Dit terzijde. Hij was een groot bewonderaar van Napoleon, omdat hij zag in Napoleon de verpersoonlijking van de idealen van de verlichting. Totdat Napoleon ook de waarheid ging manipuleren, totdat Napoleon autocratisch werd. En dan beschrijft Benjamin Constant wat het proces is, waarbij de taal wordt gemanipuleerd, waarbij een tegenstander een vijand wordt. Waarbij iemand die het met je eens is, een verrader, die niet met je eens is, een verrader is. Waarbij iemand die met een buitenlander praat, een collaborateur is. Al die woorden die in de Britse maatschappelijke discussie rond Brexit nu voortdurend opgeld doen. En taal, zult u uit mijn mond, zal u dat niet verbazen, taal kan een verwoestend effect hebben op maatschappelijke verhoudingen, meer nog dan geweld. Kan ook voeren tot geweld. En wij moeten ons, denk ik, als progressieven en sociaaldemocraten bewust zijn van de kracht van de taal en die taal ook koesteren en de taal van de dialoog blijven koesteren. En niet vallen in dezelfde, niet trappen in dezelfde val die voor ons wordt opengezet. Ik wilde met dit afsluiten, omdat ik ook denk dat als wij een succes willen maken van de maatschappelijke transformatie die moet komen op basis van arbeid, kapitaal, data en Gaia, als we dat willen doen, hebben we iedereen nodig. Ook de mensen die hier op dit moment niet in geloven en die bang zijn voor verlies. Ik durf de stelling wel aan dat in de Europese Unie de meerderheid van de mensen, zeker in de middenklasse, meer bang is voor verlies dan optimistisch is over de toekomst. Dat als we dat niet omkeren, dan is onze propositie loos, want dan krijgen we de mensen niet mee. Dus ik denk op deze manier, door de dialoog aan te gaan, door proposities te doen waar mensen in kunnen geloven en die ook realistisch zijn. Door stap voor stap die kant op te gaan, kunnen we klimaatneutraal zijn in 2050, kunnen de sociaaldemocratie die nieuwe opdracht geven. En ik zeg Joop den Uyl na, die op 17 december 1965 in de stad Schouwburg in Heerlen aankondigde dat de mijnen dichtgingen. Waarbij hij doorzag wat er zou gebeuren als die transformatie niet werd omarmd. Hij zag dat. Wij liepen voorop daarin, dankzij hem. Werd niet door iedereen in dank afgenomen. Mijn grootvaders waren aan de ene kant. Eentje was, Den Uyl had echt iemand dood kunnen schieten en had mijn opa hem nog goed gevonden. Dus dat zou nooit veranderen. Maar ze waren in twee gedachten hierover. Ze waren blij dat ze van de angst af waren iedere dag in die mijn te gaan. Tegelijkertijd zagen ze ook dat dit tot negatieve gevolgen zou leiden. De transformatie die later heeft plaatsgevonden, heeft de overheid gedaan wat ze heeft beloofd. De private sector totaal niet. Die hebben gesjoemeld. Die hebben niet geïnvesteerd wat ze beloofd hebben. Die hebben niet teruggebracht in de regio wat ze beloofd hebben. En wat ook verkeerd gegaan is, Heerlen en de Mijnstreek zijn plat gebombardeerd. Maastricht is weer opgebouwd. Goed voor Maastricht, maar je moet, als je dit wil doen, de regio zelf ook een perspectief bieden. En niet alleen maar denken, een aanpalende regio gaat het goed. Daarmee is het goed. Dan maak je werkeloosheid overerfbaar. Dan maak je het normaal om niet te gaan werken. Dan maak je het normaal om overal tegenaan te schoppen. Dan maak je het normaal om bij de meeste verkiezingen, gelukkig niet de Europese, maar bij de meeste verkiezingen in meerderheid voor het populisme te kiezen in die regio. En ik noem dat voorbeeld omdat wij in regio's in Europa nu voor dezelfde uitdaging staan. Ja, Polen zal de mijnen moeten sluiten. Maar wij moeten aan de zijde van Polen staan om dat ook mogelijk te maken. Om een perspectief voor Silesië te bieden dat een beter perspectief is dan de mijnstreek in Nederland heeft gehad. En nu kan het ook in deze transformationele agenda. En daarin wil ik ook dat de Europese sociaaldemocratie de leiding neemt. Herverdelen. Het gaat nog steeds om kennis, macht en inkomen in een nieuwe wereld met oude vraagstukken. Laten we het oppakken. Laten we ervoor zorgen dat wij als sociaaldemocraten het antwoord formuleren waar iedereen op zit te wachten. Dank u zeer.